Hoi, ja, welkom. Wij gaan Say You Won't Let Go doornemen. De echt versimpelde versie. Dus lekker als je pas gitaar bent gaan spelen, dan, dan past deze wel bij. Het is niet te moeilijk. Even kijken, we spelen met een capo op 3. En we hebben zometeen 4 akkoorden nodig. Maar we gaan niet alle vingers wegzetten, want het is echt een stukje makkelijker. Oké, we gaan beginnen. We starten. Nee, ik laat eerst eventjes horen wat het resultaat straks is. Dat is. Oké, dus hier gaan we werken. Eerste greep is. Zo, middelvinger. Vakje 3, snaar 6. Je ringvinger, vakje 3, snaar 2. Oké, met je plukhand gaan wij met de duim snaar 6 plukken. En met twee vingers, wijsvinger, middelvinger, gaan wij plukken snaar 3 en 2. Oké, deze twee snaren die we plukken, snaar 3 en 2, blijven voor alle akkoorden straks hetzelfde. Dus we blijven op alle akkoorden elke keer snaar 3 en 2 plukken. Dus dat is al makkelijk. Dus we doen dit. We plukken duim, vingers. En dan spelen wij, dan gaat je ringvinger eraf. En plukken we weer dezelfde twee snaren, snaar 3 en 2. Oké, dus we hebben drie dingen dus. Eerst duim. Ja, eerst duim, vervolgens vingers, ringvinger eraf en dezelfde twee snaren openplukken. Dus nog één keer. Oké, we gaan naar het volgende. Dit is eigenlijk een G-akkoord. Dat willen weten. Oké, we gaan naar het volgende akkoord. Komt uit de D-greep. Alleen we spelen middelvinger niet. Hoeven niet weg te zetten. Wat dus overblijft is dat wij snaar 4 zo meteen open moeten spelen. Oké, dan staat hier mijn wijsvinger op vakje 2, snaar 3. En mijn ringvinger op vakje 3, snaar 2. Dus ziet er zo uit. Oké, wij plukken met de duim snaar 4 en met de vingers weer snaar 3 en 2. Oké, en nou gaan we ringvinger eraf halen, wijsvinger laten we staan. We moeten wel goed voor zorgen dat snaar 2 vrij kan klinken. Dus je moet zorgen dat je met je wijsvinger deze snaar 2 niet blokt, maar die open klinkt. Dus dan gaan wij dezelfde twee snaren weer aanslaan. Ja, achter elkaar krijgen we dit. We krijgen snaar 4 met de duim. Dus we krijgen weer duim, snaar 4. Snaar 3 en 2 plukken. Ringvinger eraf. En weer plukken, snaar 3 en 2. Dus nog een keertje. Dus achter elkaar hebben we nu al dit. Oké, dan gaan we door naar het derde akkoord. Het derde akkoord is eigenlijk een E-mineur akkoord. Maar omdat wij de versimpelde versie spelen, hebben wij een kleiner gedeelte nodig. Dus bij deze twee vingers zetten wij niet weg. De enige vinger die we wegzetten is ringvinger, vakje 3 op snaar 2. Oké, dan gaan we plukken met de duim snaar 6. We spelen met de vingers weer snaar 3 en 2. Dan gaat je ringvinger eraf. En dan speel je dezelfde twee snaren open. Dus. Nog een keertje. Even achter elkaar hebben we nu dit.
akkoord. Derde akkoord. Oké, mooi. Dan zijn we bij het laatste akkoord opbeland. Het laatste akkoord komt uit de C-greep. Die gaan we voor het gemak wel helemaal wegzetten. Dus wij krijgen vakje 3. Snaar 5. Ringvinger. Middelvinger. Hebben we eigenlijk niet nodig, maar we zetten hem toch voor de oefening maar weg. Middelvinger. Vakje 2. Snaar 4. Oké, snaar 3 spelen we open. Dat is deze. En je wijsvinger staat vakje 1, snaar 2. Je kan je middelvinger er ook afhalen, want het is een vinger die spelen we niet. Maar mocht je al gewend zijn de C-greep te spelen, dan kan je hem gewoon wel wegzetten. Mocht je het nog lastig vinden, dan speel je alleen maar ringvinger, snaar 5. Wijsvinger, snaar 2. Okay, wat we dan doen is, we spelen met de duim snaar 5. En dan plukken we weer snaar 3 en 2. Oké, dat is het enige wat we doen. Hier gaat geen vinger meer af. We spelen dit. Dus nog een keer duim snaar 5. Vingers snaar 3 en 2. En nog een keertje. Dan hebben we achter elkaar nu dit. Yes, oké, dat was hem. Succes met oefenen en dan tot de volgende video. Tot ziens!